Goedemorgen, het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. Samen met deze gezellige meid gaan wij op deze zondagdag dag even boodschappen doen. 14 graden, valt mee. Maar goed, dat gaan we dus even doen en verder heb ik geen ene fuck op de planning. Ja, misschien lekker even in de tuin zitten, zonnebank. Wacht op mijn oog minder dik wordt, dus. Hoezo dan? Ja, ik zing. Bovenkomt. Dus nerdy modus on en go. Het is kapot en ik vind het niet hè? Ja, we hadden de nieuwste haarkleur voor je. Zo'n groen. Je hoort op water. Oh ja. Is het zwaar? Ik eet gezond en de rest eet een broodje worst. En dat eet ik niet. Tja. Simpel. Gezellig met deze meid. De phonevlog. Ja. Ja, maar wat? Camera vlog. Ik ook niet. Ga shoppen. De Action geweest. En ik heb weer allemaal leuke decoratiedingetjes gekocht. Dus daar ga ik weer een leuke schaal mee maken. Leuk, leuk, leuk. Bloemen van mijn kind gehad. Ja. Lief, hè? We gaan tafel met onze vrolijkheid. Hè, mevrouw Vrolijk? Kijk, dat bedoel ik. Hallo, mevrouw Vrolijk. Hallo. Altijd vrolijk. Jannie is altijd vrolijk. Hè? Ja. Het gaat goed, hè? Ik heb, hoe heet het? Ik ben met de uitdraaien een beetje begonnen verven. Ja? Ja. Gaan we nu niet over hebben, want er is de verrassing eraf. Dat zien jullie volgende week. Hele goeie morgen, het is dinsdag. Het hoost hier zo. Wauw. Och, ik ben wakker. Hij is buiten adem. Benauwd. Geen idee, zomaar ineens. Dus. Nou, ik heb mijn haar gefeund. En ik moest weer door de regen heen. Goed bezig. Outfitje. Simpel. Dus, ik ga maar even rennen tussen de druppels door. Even gefreubeld, of nou ja, gefreubeld. Plug gewoon alles op een schaal, zit een paar kaarsjes tussen en klaar. Maar ik ga er nog even wat anders van maken, maar ik weet nog niet wat. Maar die sokken moesten van tafel. Dus. Ja, het is in ieder geval weer wat anders, want roosjes doen het ook niet lang meer. Dus, wordt vervolgd. De vrolijke draai zit weer gezellig in de keuken. Eet issues. Ik zou vandaag makkelijk eten, want Ron gaat thuis een nieuwe auto ophalen. Yeah. En ik had 2 vegetarische hamburgers. En nou schijnt het dat ik ook vegetarische producten niet mag. Ja, en als je niet echt gek bent meer op vlees, dan ben je issue. Althans ik. Dus, ik zou dus vandaag een broodje vegetarisch hamburger eten en Rona was een gewone hamburger van de Appie, vinden ze lekker. Nio eet niet thuis, dus hoef ik geen rekening mee te houden. En werkelijk waar, vanaf gisteravond in mijn nest al, had ik al zoiets van, ik heb er nog trek in. Nee, maar dan ook in mijn achterhoofd wetende van dat het niet mag, weet je wel, dat het niet goed is. Dus. Uiteindelijk heb ik vanmorgen boodschap gedaan. Ben ik vanmiddag weer teruggegaan naar de Jumbo. Heb ik spinazie gehaald. En spullen voor de aardappelpuree te maken. Dus vergeet ik maar. Spinazie. Tot
Het was vorige week zo lekker. Maar wat ga ik nou wel doen? Want ik heb een hamburger over. Dan ga ik die hamburger eten. Niet vegetarisch, maar de echte. En het is niet dat ik vegetarisch word omdat ik het zielig vind voor de diertjes. Nee, omdat ik gewoon bij mijn flikker krijg. Maar ja, aan de andere kant, ik krijg van Lieve Lee met alles die issues, weet je wel. En toch blijf ik het gewoon doorvreten, want ik geef gewoon niet op. Ik laat niet het lichaam winnen van, ja, als je iets verkeerd eet, dan moet je kruipen. Nou, dan kruip ik maar. Juist ondertussen even mijn knoflook te pellen. Ik heb wel lekker oude boeren, maar zo komt mijn vreten niet op tafel natuurlijk. Dus ja, dat is even een dingetje. Ja, dus ik ga het proberen. Ja, als ik het niet lekker vind, dan pleur ik hem wel door naar wasbord. Zie ik eruit zeg. Ik ben wel onder zonnebank geweest. Ook dat weer. Leuk, ga je onder zonnebank even wachten. Bakje pakken. Moet ik natuurlijk ook weer al mijn make-up op aanpassen. Nou, al mijn make-up, wauw. Wauw, lijkt wel of ik een hele pamuurlaag op mijn bek heb. Nee, ik heb alleen maar bronzer en highlighter op. Maar goed, al mijn highlighters zijn dus licht. Dus als ik nu mijn highlighter op doe, heb ik een witte streep in mijn draaitas staan. Nou, dat is gepodem natuurlijk. Dus ik moet dadelijk ook even mijn kastjes uit gaan spitten. Want nee, ik koop geen nieuwe highlighter. Ik heb er een stuk of 130 nou. Schaam ik me? Nee. En misschien koop ik wel een nieuwe. Ik weet het nooit. Zeg nooit nee bij mij. Waarom is die ding nou weer verrot? Nee. Dus, waar waren we? Ik weet niet meer. Stom op mijn nek te lullen. Ik ben ook heel de week kwijt. Ik heb maar het idee dat maandag is. Maar dat komt natuurlijk omdat gisteren alles vrij was. Maar goed, de rasje is nu vrij. Die is onderweg naar huis. Niootje Ebian. Dat doen we om en om. De ene dag eet ze hier, de andere dag eet ze daar. Goed toch? Dus. Het gaat helemaal goed, hè? Dus morgen eet ze hier. Ik weet alleen niet wat. Meestal eet ze pizza op woensdag. Maar ik kom bij Nio de strot uit die pizza. Dat begrijp ik. Elke week pizza. Ja, ik eet ook wel elke week een beetje dezelfde dingen. Maar op een gegeven moment vind ik hem gewoon niet meer lekker. Dus. Vorige week had ik wel kip met rijst voor ze gemaakt, maar ik heb ook niet altijd zin om te koken. Kom op. En buiten dat, is een keer zelf koken. Dus ik ga het vanavond of morgen even wat voorstellen, want op woensdag is altijd s'nachts vrij. Dat ze dan op woensdag voor zichzelf koken, want dat vindt ze ook leuk om te doen. Dus ja, why not? Toch? Dan kan ze gezellig samen met mama in de keuken. Dat is ook wel even leuk. Dus. Maar goed, ik ga het even verder pigneer zo. Shitload en knoflook. Hoe meer knoflook, hoe beter. Dus, ik ga het eten maken. Ik haal die grote zakken kruiden bij de toko. Als je een leeg potje hebt. Een stuk goedkoper. Geloof mij dan. White pack. Ja. Dat doe ik met alles. Kerrypoeder, paprikapoeder, knoflookpoeder, masala, alles. Dus. Voortaan geen lege potjes meer weggooien, bewaren, vullen. Nou ja, toko plunderen en vullen. Top. Tip van moeder. Kom liggen, de hamburger van Appie. Klaar om gebakken te worden en ik ga het zeven kleuren. En nee, niet omdat ik bang ben van eten vanwege mijn oude eetstoornis. Nee, gewoon om het feit dat ik zo fucking pijn mijn flikken ga krijgen. Maar goed, even doorbijten, toch? Ik ben geweest en heb ik twee mini watermeloentjes. Peertjes, persieken en ik had nog appels. Lekker. Goedenavond mensen. Voor nu zit ik weer in beeld ben. Dat vind ik echt mooi. Ik film weer. Deze gek hier naast me zitten vreten. Ze zit de ijs te vreten. En mijn vader heeft zijn nieuwe auto. Hij is mooi geworden. Nou, mooi geworden. Hij is gewoon mooi. Laat het zo zeggen. Ja. Heel mooi. Jongens. En wij. Ja. Ik zit mijn lolly te kauwen en zij zit daar ijsje te eten. En verder niks eigenlijk. Heb je nog een vraag voor ze misschien?
Gewoon weer zo'n vraag van de dag, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, vraag van de dag. Wat doen jullie op zo'n dinsdagavond? Van de door de week. Ja, je zit in de kamer. Vies beuk. Wat zeg je? Wat voor? Wat doen jullie op een doordeweekse dag? Nou, zoiets. S'avonds. Ja. Zelf. Nou, wat doe je op zo'n doordeweekse dag in een avond of zo? Hoe je het ook zegt. Dus dat was onze vraag. En wij gaan verder onze lolly eten en zij ja, ijs. We gaan deze lekkere vlog afsluiten. Het is 6:30. Ik wil nog even een paar dingetjes doen. En daarna ga ik even in chill modus. En even met mijn ventje nu uit te genieten. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei.